Harde en zachte producten kunnen met de snijtechniek van de begeleidende en snijdende hand in allerlei vormen gesneden worden. Je kan verschillende messen gebruiken bij deze techniek. Leg het product op de snijplank. Plaats de vingers licht gekromd op het product. Let daarbij op dat je pink en duim achter de andere vingers plaatst. Je begint te snijden door de punt van het mes op de snijplank te zetten. Het mes wordt net zo hoog opgetild als het product hoog is. Om je vingers goed te beschermen en het mes te begeleiden, zet je de kootjes van de gekromde vingers loodrecht op het product. Begeleid het mes over het product door je hand achteruit te bewegen. Om het product door te snijden, wordt het mes cirkelvormig naar beneden en naar voren gedrukt. Belangrijk is dat je het mes recht en het handvat stevig vasthoudt. Je voert de techniek juist uit als je de beweging van de begeleidende en die van de snijdende hand in een vloeiende beweging combineert. De keuze van het mes is afhankelijk van het product en in welke vorm je het wil snijden.